Wat is er 600 jaar geleden gebeurd met de Kampen Kogge? Hoe is het schip op de bodem van de IJssel terechtgekomen? De komende maanden wordt er een definitief antwoord op die vraag verwacht als het schip aan de oppervlakte komt en al zijn geheimen prijsgeeft. Tot die tijd hebben de Kampenaren hun eigen theorie over de geschiedenis. Er waren eenvoudige werven hier en er was geen bescherming verder. En we hadden volop vloeden, we hebben de Elisabethvloed gehad en zo waren er nog wat meer. En daardoor, met een bepaalde vloed, is het hele zaakje zo de IJssel ingeschoven en over elkaar gelegd. Een andere theorie is dat het schip is gebruikt om een gat in de dijk te dichten, omdat er een overstroming heeft plaatsgevonden. En daarmee het achterland wat er lag, het Kampereiland, wat bekend stond om zijn hooi, te beschermen. En daardoor is het wrak afgezonken om daarmee de dijk te dichten en het water te weren. De kamper-illustrator Roy Bergsma heeft een geheel eigen theorie. Een eenvoudige boktor moet de oorzaak zijn geweest van de ondergang van het oppermachtige middeleeuwse handelsschip. Nee, zegt verhalenverteller Rijen van het Hul. De winter was de boosdoener. Het was februari in het jaar 1447. De vorst is begin januari met volle hevigheid de lage landen binnengevallen. Ineens een geweldige knal vlakbij. Enorme schotsen breken af en schieten onder de perenkop. Tillen het schip en de twee naastgelegen scheepjes zeker 1,5 meter omhoog. De 8 dikke trossen knappen en de perenkop wordt door ongekende krachten achterwaarts meegesleurd naar het midden van de ijsrivier. Scherpe ijsranden beuken met geweld keer op keer op de planken van de steven. Het water stroomt naar binnen, gaten in de romp. De kogge zakt diep weg in de rivier. Dan schuift het kasteel omhoog op de dikke ijsmuur. Wiebe maakt een schuiver, hij valt, gaat hard onderuit en slaat met zijn hoofd op de rand van de bank. Het bloed spat alle kanten op. Het kasteel zakt wat scheef weg en ligt dan stil op de ijsdam. Het donkere, koude water van de IJssel herbergt een geheim. Het lot van de kogge wordt bezongen en levert mooie vertellingen op. Maar hoe zit het nou echt? We duiken het Kamperstadsarchief in. Het wrak van de IJsselkogge dateert uit de 15e eeuw. De eerste helft van de 15e eeuw. En dat was nog net een periode waarin er heel veel conflicten plaatsvonden in het Zuiderzeegebied. Holland werd steeds machtiger, het werd echt een handelsmacht en dat botste met de Hanzen. En het gevolg van die botsing was dat er in het Zuiderzeegebied over en weer kaapvaart plaatsvond. En ook goederen in beslag werden genomen. En in het archief van Kampen ligt er nog een lijst uit die periode, dus 1418 tot 1434. Waarin de geleden schade van een aantal schippers uitgebreid wordt beschreven. Dat is deze lijst. Ja, we zien hier een Klaas Gerritszoon, een Gerrit Roelofszoon, Goede Janszoon. Nou, er worden een aantal schippers genoemd die schade hadden geleden. Het toedoen van de Hollanders. Alleen een echt conflict met de kogge wordt in de archieven niet beschreven. Wat is er dan gebeurd? De datering van het wrak houdt de mogelijkheid open dat ze iets te maken hebben gehad met de aanval van Jan van Beieren in 1420 op Overijssel. Jan van Beieren was de hertog van Holland die vaarde met de oorlogsvloot richting Vollenhoven en richtte heel veel schade aan. En Kampen was het volgende doelwit. En dan kan het natuurlijk zijn dat daar een wrak door Kampen is neergelegd ter hoogte van de Zijtak, het Noorddiep, om die oorlogsvloot te belemmeren. Het bewust laten afzinken van de kogge om het de vijand lastig te maken. In de archieven is terug te vinden dat dit gebeurde, maar niet dat er specifiek een kogge voor gebruikt is. Dit is een bundel met correspondentie uit de tweede helft van de 15e eeuw. En we lezen hier in een briefje, het gaat over schipper Walis Schilder.
En er staat onder andere in dat hij zijn schip, dat lek en de waterig was, dat hij dat voor een wrak moest laten liggen. En zo duiken in het archief meer theorieën op. De kogge zou gebruikt kunnen zijn als versteviging voor een pontverbinding of als object in de rivier om schepen naar een tolplek te leiden. Toch gaan de meeste aanwijzingen in deze richting. De kogge is samen met andere schepen afgezonken om er een soort van dam van te maken. In de tweede helft van de 15e eeuw was de IJssel slecht bevaarbaar en ja, de handel was natuurlijk belangrijk. Dus men wilde die vaarroute open houden en door wrakken haaks op de rivier te leggen. Kan het ook hebben bijgedragen aan het uitschuren van de hoofdstroom waardoor deze weer bevaarbaar werd. Watermanagement is volgens de wetenschap waarom de kogge op de bodem van de IJssel ligt. We vroegen de kamperhistoricus Theo van Mierlo wat hij van deze theorie vindt. Ja, je moet goed zoeken, maar daar waar Michiel voor de 15e eeuw niets heeft gevonden, is bijvoorbeeld twee eeuwen later, in 1615, wel een voorbeeld waaruit je kunt opmaken dat zoiets mogelijk gebeurd is. Kampen, de IJsselbrug voor Kampen, bestaat er voor een deel uit brugschepen. En die worden dan vernieuwd. En dan gaat er zo in het midden van het jaar 1615 het stadsbestuur met een schip naar de Ketelmond, een van die uitmondingen van de IJssel, om daar te kijken of die oude brugschepen daar niet afgezonken kunnen worden om die monding af te sluiten. Nou, we weten niet of dat echt gebeurd is, maar het feit dat ze daar naartoe gaan om die mogelijkheid te onderzoeken geeft wel aan dat dat soort dingen zeker gebruikelijk waren en mogelijk ook wel vaker zijn toegepast. De kamperkogge die 600 jaar geleden vermoedelijk werd ingezet voor watermanagement, die kogge wordt nu weer uit het water gehaald om dezelfde reden. Watermanagement. De IJssel moet worden uitgediept voor de scheepvaart en het schip ligt nu akelig in de weg. De cirkel lijkt rond. Het werk van de eeuwenoude kogge gedaan. Of komen we straks achter dat er toch een andere reden is waarom de kogge ooit op de bodem van de IJssel is terechtgekomen. Het wrak is redelijk goed volgens het archeologisch onderzoek. Dus ja, als het even mee zit, komt er echt een bijna heel schip naar boven. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als dat gebeurt. We kennen ze alleen maar als plat uiteengeklapte wrakken in de polder. En nu komt er in één keer eentje boven water die er waarschijnlijk nog wel mooier uitziet dan wat Roy Bersma nu voor ons getekend heeft. Kampen kijkt reikhalzend uit naar het lichten van de eeuwenoude kogge. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Dit najaar wordt het schip met een speciale constructie uit het water gehezen, waarmee de ware toedracht wellicht komt bovendrijven. De hoop is dan dat de kogge een fraaie lichtplaats krijgt in de Hansestad. Veel meer toeristen, veel meer mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis. En dat zal denk ik ook vanuit het buitenland de nodige mensen trekken naar Kampen. En dat zet Kampen weer op de kaart. Het zal ons absoluut ontzettend veel brengen. En uiteraard op de eerste plaats voor Kampen, maar daarnaast ook voor de regio. Het is natuurlijk, ik heb een collega die zegt, de kogge, dat moet zijn als de Eiffeltoren voor Parijs. Ik vind dat een hele sterke. Zo moet de kogge voor Kampen zijn. En uiteraard voor de regio.